In de serie 58 miljoen Nederlanders en hun kerken wordt belicht welke invloed kerk en geloof hadden op de Nederlandse samenleving. De aflevering Scherven en Restauratie richt zich op de jaren tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Met behulp van tal van historische gegevens is een wetenschappelijke schatting gemaakt van het totaal aantal mensen dat vanaf de oertijd tot op vandaag op ons tegenwoordig grondgebied heeft geleefd en nog leeft. Men kwam uit op circa 58 miljoen. Zo kunnen we het levensverhaal van alle landgenoten tot nu toe noemen het verhaal van 58 miljoen Nederlanders. De vijf oorlogsdagen en de Duitse bezetting hadden de illusie voor de Nederlander en de Nederlandse kerk verstoord dat het allemaal wel mee zou vallen met de nazi's. Laat, maar desalniettemin met veel moed, laat de kerkelijke voormannen hun stem horen tegen maatregelen van Duitse fascisten. Johannes, kardinaal de Jong, die ook voor de oorlog zich roerde. Dominee Gravenmeijer, secretaris van de Algemene Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk. Vergaderkamers in kerken doen soms dienst als contactadressen voor verzetsmensen. Alle vergaderingen, behalve kerkelijke, waren immers verboden. Dominee Slomp, schuilnaam Frits de Zwerver, is een van de belangrijkste organisatoren van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Johannes Post is een streng christelijke verzetsman, lid van de knokploegen die zich met sabotage en overvallen op distributiekantoren bezighouden. In menig kerk liggen wapens opgeslagen. Oprechte christelijke boeren overwinnen hun toch altijd aanwezige licht anti-Joodse gevoelens, want de Joden hebben toch immers Jezus Christus vermoord, en helpen naar vermogen Joodse kinderen te verbergen voor de nazi's. In concentratiekamp en in gijzelingskampen ontmoeten katholiek, protestant en ongelovigen elkaar en ontdekken dat ze veel gemeen hebben. Dan maken twee atoombommen op Japan in augustus 1945 een einde aan de Tweede Wereldoorlog en aan de Roomse protestantse en onkerkelijke samenwerking. Het enige wat werkelijk bindt, blijkt de afkeer voor het fascisme geweest te zijn. Zo gauw mogelijk moet na 1945 de toestand hersteld worden van voor 1940. Met één uitzondering. De socialisten, die tot 1938 uit de regering waren gehouden, mogen meehelpen de twee grootste naoorlogse problemen op te lossen. Wederopbouw van een totaal verwoest land. Herstellen van de vooroorlogse koloniale tijd in Indonesië. Prijs die de socialisten voor hun ministerszetels moeten betalen is hun steun voor het terugdraaien in Indië van de klok van de wereldgeschiedenis. Wat God heeft samengevoegd, scheidde de mens niet. Al 350 jaar wappert de Nederlandse driekleur in Batavia in ons Indië. Het is ondenkbaar dat gelovig Nederland zomaar de winstgevende kolonie laat verworden tot Indonesië. Het is ondenkbaar dat de grote belangen van missie en zending zomaar worden vergeten. Wat God heeft samengevoegd, kan de mens niet scheiden, maar Amerika en de wereldpolitiek kunnen dat wel. Schietend verdwijnt Nederland uit de tropen. Scheldend en vol rancunes leggen gereformeerd en Rooms-Nederland zich bij het verlies van de kolonie Oost-Indië neer. Nieuw-Guinea wordt stiekem achtergehouden. Nu de koloniale kwestie uit de wereld is,
kan echt met de wederopbouw thuis begonnen worden. Een leger van arbeiders geeft uitvoering aan wat knappe stedenbouwers, mannen met een verziende blik en een brede visie, op papier hebben gezet. Overal ziet men ze aan het werk. Metselaars en heiers, betonvlechters en storters, timmerlieden. Mannen met hart voor hun werk en liefde voor hun stad. Vaak is er vreugde in Rotterdam. Dan wapperen ergens hoog aan een heistelling een paar vlaggen. Op deze plaats zal eens het modern groothandelsgebouw staan. Een gebouw waar Rotterdam en Nederland trots op kunnen zijn. En op de plek waar deze jonge Rotterdammer staat, zullen talrijke moderne woningen verrijzen. En hier wordt de 500ste woning na de bevrijding in gebruik genomen. Vreemdelingen die naar Rotterdam komen, zeggen het tegen elkaar. Daar weten ze van aanpakken. Het is het oude lied. Aan de top is er wel samenwerking. Maar onderaan is het de bedompte gezelligheid van de eigen kring. Hier is Hilversum de KRO. Voor u zingen de marketensters, de musketiers en speelt het orkest onder naam onder leiding van Ger de Roos. Is het werk gedaan, staat uw toestel aan en u zoekt gezelligheid en zon. Is te vinden, steeds te vinden, bij onze vrienden KRO. De oude waarden dienen gehandhaafd. Kern van de samenleving is het gezin. Dat is een geheel de kerk bezoekt. De mooiste lipstick is die onzichtbare. Een advertentie voor een maandverband moet worden vermomd. Weg met de echtscheiding. Zedelijkheid maakt gelukkig. Leven het grote gezin. Leven het echtpaar dat zijn plicht doet. Een aantal ogen kwam biechten. Opgepast had, met een merkwaardig uitdrukking. Je met zijn vrouw verhalen zonder een kindje van gekomen. Ik heb opgepast kwamen ze naar biechten. Dan moesten de ouders, dan moest de biechtvader zeggen, geen absolutie. Vanavond goed doen. En dan morgen mag je het advies komen halen. Rust heerst in Nederland. Wanklanken worden niet gehoord. Zij komen niet uit boven het geluid van de betonmolens die malen, de troffels die metselen, de hellingen die schepen afleveren. De vele fabrieksschuurstenen die roken zijn nog onze trots. En geen milieuvervuilers. Als de jonge arbeider moe is of ontspanning nodig heeft te midden van al die opbouw, wipt hij er gezellig in uniform tussenuit. Naar Lourdes. Zijn we tot u gekomen, lieve moeder, als afgezanten en apostelen van de arbeidersjeugd, om u
uit te huldigen en te aanroepen. Welaan dan, onze middelares, sla uw barmhartige ogen op ons. En weer stijgt tot onze moeder de kinderlijke bede van de arbeidersjeugd. Goedvaardigheid, goedvaardigheid, roept de onbevlekte maagd aan Bernadette en bidt voor de zondaars. Nederig en berouwvol willen ook wij aan die stem gehoor geven. Barrevoets gaan we de lange, lastige weg die opklimt naar de Calvariberg en bidden. O gekruisigde zaligmaker, wij knielen voor u neer. In naam van ganse arbeidersjeugd. En in ons eigen naam beleiden wij u rouwmoedig al onze zonden en al het kwaad waarvan wij oorzaak zijn. De protestantse jeugd houdt met Pasen een toogdag. Gezagsgetrouw. Voor het koninklijk paleis op de Dam. Een der hoogtepunten van deze toogdag vormde de massale bijeenkomst voor het koninklijk paleis, waar de duizenden een enthousiast bewijs leverden van de levenskracht der jonge kerk. Bij het feest dat Rerum Novarum 60 jaar geleden is afgekondigd, verzamelt de katholieke vakbeweging zich ordelijk in de Feyenoordkuip. Het episcopaat is in volle ornaat aanwezig en de heer Romme, voor de oorlog minister en nu politiek leider, houdt een feestrede. Even indrukwekkend als onbegrijpelijk. Daar zijn in de verlopen 60, 70 jaren, behalve de voormannen, ook geweest de arbeiders en de arbeidersvrouwen. En wanneer de voormannen wegen wezen en mijlpalen sloegen, dan waren het de arbeiders en hun vrouwen, voor velen uwer nog uw eigen vader en uw eigen moeder, die de wegen moesten gaan. Die de wegen moesten banen in zweet en tranen, van mijlpaal naar mijlpaal. Die een lijdensweg moesten lopen van heldhaftigheid en onverzettelijkheid. Die de barentzweeën hebben gedragen, vaak een leven lang of nagenoeg een leven lang. Voor een toch in verhouding, in ieder geval, een nieuwe arbeidersstand. Dominee, voor ons jongerenprogramma zou ik jullie het volgende willen vragen. Zien jullie deze oefening als een nuttige bezigheid of meer als een dringende noodzakelijkheid? Natuurlijk, meneer, als een dringende noodzakelijkheid. Want je kunt nooit weten hoe je mensenleven kunt redden. Ja, maar is het werk op de fabriek dan zo gevaarlijk? Dat lijkt maar zo. Een ongeluk ligt in een klein hoekje. Maar bij een ongeluk moet u wel heel goed weten wat u te doen staat. Ja, dokter, weet u nog wel. Laat dat ongeval met Klaas. Die was toen bijna... In de fabriek is toch vooral de ziel van de arbeider belangrijk? Zoals de Rooms-Katholieke EHBO er leert. Het is wel duidelijk, jongeren, dat de EHBO door zijn onmiddellijk ingrijpen vaak het ergste kan voorkomen. En als hij dat niet kan, dan moet een katholieke EHBO hem zo weten te helpen dat de priester hem de laatste bijstand kan verlenen. Zeker. We moeten niet alleen aan het lichaam denken, maar ook aan de ziel. Jezus Christus,
Traditioneel is nog de mis, opgedragen door priesters in prachtige gewaden. Sprekend en zingend in het Latijn. En thuis door de gelovigen met volle teugen gedronken. Ja, wat Marieke betreft, die zou natuurlijk elke dag wel zo'n misuitzending willen hebben. Maar dat kan nou eenmaal niet, hè. Maar er dreigen gevaren. Een nieuwe uitvinding doet zijn intrede, de televisie. Hierdoor krijgt de tegenstander niet alleen een stem, maar ook een gezicht. Veronderstel dat dat een menselijk gezicht is. Zou dat de leden van de eigen groep niet verleiden tot geloofsafval? Luisteraars, wie gij ook zijt, een zwerver langs Gods wegen, een huismoeder die haar werk even terzijde legt, een zakenman of een priester die op dit ogenblik naar mij luistert, tot allen richt ik mij, nu ik als voorzitter een kort woord ga zeggen over onze eigen katholieke radioomroep. In de meer dan 25 jaren van haar bestaan heeft hij als katholieke radioomroep ernaar gestreefd onze katholieke levensbeschouwing uit te dragen op alle gebied. Est nobis collectatio contra spiritualia nequitiae in celestibus. We hebben te strijden tegen de boze geesten in de lucht. Van daaruit worden dwaling, ongeloof, verkeerde zedelijke opvatting uw huizen binnengevoerd. Van daaruit ook moet de waarheid de dwaling en het geloof het ongeloof en het goede het kwaad beschaam. En het bezorgde Nederlands episcopaat vaardigt het mandement uit. Blijft één is de leus. Wordt geen lid van rode instellingen als NVV of VARA of het Vrije Volk. Is de Partij van de Arbeid een bedreiging voor de oude godsdienstige partijen van katholieken en protestanten? De doorbraak heeft niet plaatsgevonden. Dat wil zeggen, de kiezer stemt nog steeds op de partij van het geloof zijn voorvaderen. Hij is niet doorgebroken naar de socialisten. In de Tweede Kamer wordt de oude noodwet Drees, die mensen na hun 65ste althans een minimum bestaantje garandeerde, omgezet in de AOW. Om dominee Zandt moet ik allemaal lachen als hij zich extreem antisocialistisch uitlaat. In een korte verklaring deelde dominee Zandt mede dat de staatkundige reformeerden het wetsontwerp onder meer niet konden aanvaarden, omdat het onmiskenbaar het karakter van staatssocialisme vertoont. Maar het mandement werkt toch door. De socialisten worden de regering uitgewerkt en de KVP begint een felle verkiezingspropaganda. En de propagandisten voor die katholieke politiek trokken op. Ze deden het ook met bromfietsen. KVP-vlaggen wapperden van hun voertuigen. En iedere deelnemer deelde zijn kaart uit met de een van eenheid op de KVP. En die langs de kant bleven staan voor wat de rally betreft, juichten van eenzelfde geest bezield de wat ik je brommers toe. In maatschappij van recht. Het communisme buiten gevecht. En sociale zekerheid. En eigen verantwoordelijkheid. Vorming van persoonlijk bezit. Onafhankelijkheid het doelwit. Geen staatsalmacht, bedrijfseendracht. Woningen, woningen. Daarin ruimte voor het gezond gezin. Geen leed ongeweten. Geen groep nog vergeten. Het belang van het vaderland. Geplaatst in Europees verband. Voor dit vechten wij, Katholieke Volkspartij. Het rijke Roomse leven bloeit nog steeds. De Rome-missionarissen vertrekken weer naar de tropen
en winnen daar met eenvoudige geschenken hart en ziel van de laatste heidense wildeman. Wanneer bijvoorbeeld een pater van de Rooms-Katholieke Missie op zijn tocht door het oerwoud een nieuwe stamgemeenschap ontmoet, kan hij al zijn moed en tact nodig hebben om te voorkomen dat de wantrouwende mannen hem neerschieten. Staan ze toe dat hij geschenken uitdeelt, dan is reeds veel gewonnen. Als de vreugde- en begroetingsdans toont aan dat onmiddellijk lijfsgevaar is afgelegd. Nog steeds verzamelen ze ook Nederlandse gelovigen op het Sint-Pietersplein. Een gebeuren dat de KRO met Pasen uitgebreid verslaat. De benedictie naar voren getreden op het buitenbalkon van de Sint-Pieter, op de buitenlotsia. En dat is het grote ogenblik waarop de menigte hier op het reusachtige plein opgesteld heeft gewacht. De honderdduizenden pelgrims zijn hier tezamen gestroomd deze ochtend om de heilige vader te zien en zijn zegen te ontvangen. Thans valt er een ogenblik stilte hier over het grote plein. De paus komt nog verder naar voren toe. De paus gaat zijn zegen geven. Urbi et orbi. Aan de stad Rome en aan de gehele wereld. Maar in de dikke deken van het geloof die over Nederland ligt gespreid, begint toch de mot te komen. Een industrialisatie komt op gang die het 19e eeuws gebleven landschap totaal verandert. Er is volledige werkgelegenheid. Een voortdurend reizende schare arbeiders die dan hier en dan daar werkt. Steeds meer, steeds beter onderwijs. Een kolossale groei van de woonwijken waar men elkaar niet kent en elkaar dus niet ten volle controleert op juist kerkelijk gedrag. Men leest steeds meer kranten en weekbladen. Op radio en televisie worden ook de programma's van andere zuilen beluisterd en bekeken. Deze factoren, veel meer dan de aantrekkelijkheid van politieke beginselen als liberalisme en socialisme, doen de christelijke zuilen wankelen en scheuren. Men wordt te rijk om vroom te zijn. De gelovigen vragen zich af of sommige waarden wel zo eeuwig zijn als ze altijd gedacht hebben. Die onlustgevoelens komen steeds duidelijker naar boven. En dat kan niet anders of er moet officieel over gesproken worden op het hoogste niveau. Men treft een paus, Johannes de 23e, die bereid lijkt de kerk up-to-date te brengen, aan te passen aan de eisen van vandaag. La grande aspettazione del Concilio Ecumenico, a un mese di distanza dal suo inizio ufficiale, splende negli occhi e nei cuori di tutti i figli della Chiesa Cattolica, Santa e Benedetta. In 1962 begint in Rome het Tweede Vaticaanse Concilie over geloofsinhoud, de taal van de eredienst, het karakter van de kerk, de plaats van de kerk in de wereld. Wat eeuwig scheen, wordt aangetast. Monsieur Beckers, een bisschop, heeft het over de eigen mondigheid en verantwoordelijkheid van de mensen. Ook als het erom gaat om het kindertal te beperken met de pas ontdekte pil. Menselijke liefde en verantwoordelijkheid kan aansporen zowel tot een groter als tot een kleiner gezin. Tot gezinsuitbreiding als tot gezinsbeperking. Dat is hun gewetenszaak, waarin niemand treden mag. Zielzorger, arts
of wie ook tot raadgever geroepen wordt, moet zoveel mogelijk dat eigen geweten tot zijn recht laten komen. De priester is niet langer de man die alles weet. Hij wordt meer de reisleider van zijn medegelovigen die op weg zijn. Als de jeugd wat anders wil dan orgel en oud-Gregoriaans gezang, mag hij zelf met eigentijds instrument en eigentijds geluid de stilte vullen. Ook in een eigentijdse wereldtaal, het Engels. De hervormde kerk doet een belangrijke politieke uitspraak door zich tegen de atoombom te verklaren. Het geweten van de Hollandse natie had na oorlog en bezetting ruim 20 jaar gesluimerd. Nu wordt het wakker. Het wordt steeds roeriger. Een hele generatie van jongeren is na de oorlog geboren en opgegroeid. Ze staan op de drempel van de volwassenheid, kijken om zich heen en vragen aan elk gezag: waarom eigenlijk? Via kinderlijke spelletjes, happenings, brengen zij het gezag, de politie, de politici in verlegenheid en aan het wankelen. Het gezag kan alleen maar ouderwets reageren met geweld. Als prinses Beatrix huwt met een Duitser, een vroegere weermachtsofficier, komt het tot een uitbarsting. De rellen in Amsterdam maken een diepe indruk. Voor velen vergaat een wereld als het Huis van Oranje wordt aangevallen met een rookbom en Moeder Aarde toch gewoon blijft verder draaien. De blik van die gelovigen wordt toch mistiger door die rook. Taferelen die men alleen kent van revoluties in verre en dus warme landen vullen het scherm van de zwart-wit televisie. Als ontevreden arbeiders zich met Provo vermengen. De demonstratie van bouwvakarbeiders die de dag tevoren is begonnen is uitgelopen op een rel van nozems in de omgeving van de Dam, met name op het Rokin. Op de Dam staan de auto's van de marechaussee die sinds 's middags 5 uur samen met hulptroepen van de Rijkspolitie het gemeentelijk politiekorps is komen versterken. Alle straten die op de Dam uitlopen zijn afgesloten en manschappen van de marechaussee patrouilleren over het opgebroken wegdek van het Damrak en het Rokin, waar vernielzuchtige jongelieden vele meters asfalt hebben stukgestoten, parkeermeters uit de grond hebben gerukt en tientallen grote winkelruiten hebben ingegooid. Het geloofsleven wordt een puzzel waar men niet meer uitkomt. Meer daar de vaste leidsman, de priester, zijn boord vervangt door de kooltrui en de pastorie door een driekamerflat. Naar Nederland toegesnelde buitenlandse televisiereporters filmen hier jonge mannen die zeggen priester te zijn en van de gelegenheid gebruik maken om hun verloofdes voor de camera aan de wereld voor te stellen. Hij zou celibate voor leven. Nu heeft hij een fiancée. De priest, Heron Guskens, has found he cannot work as a single man. He's the first man in Holland to announce his engagement with the intention of remaining a priest. Supported by more than half of Holland's Catholics, he insists that priests become like other men. Priesters verlaten in forse aantallen de kerk om te trouwen. Zoals ik het gezegd heb in mijn gedicht, nu weet ik wie gij zijt,
De jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna, nog op dezelfde dag, in een café te Heeg. Ik hoor mijn moeders stem. O dood die waarheid zijt, nader tot u. In dat kerkgebouw spelen zich opeens gruwelijke tafereelen af. Een schrijver, weliswaar katholiek, maar vreemd, omdat hij onder andere steeds van naam verandert, wordt in de kerk gehuldigd. Met zangeressen van het levenslied, goochelaars, vuurvreters, een hoempa-band. En tot slot loopt die man, die er geen geheim van maakt homoseksueel te zijn, hand in hand met zijn levensgezel van het moment, de kerk uit. Wij voeden onze kinderen niet alleen op. Moeders van kleine kinderen, wees dankbaar dat ze nog klein zijn. Onderwijst u ze zelf in de godsdienst en de Bijbelse geschiedenis. Of verzekert u ervan dat ze dit onderricht in de juiste, dat is in katholieke zin, ontvangen. Verder zegt de vrouwen op 16 november... Vertwijfeld vergelijken de ouderen de chaos van nu met de overzichtelijke orde van vroeger. Ieder voor zich, in eigen huis, weer de eenheid te krijgen. De kinderen moeten weer eens zijn met vader en moeder. Laten ze toch weer samen knielen en de rozenkrans bidden. Ik herinner mij mijn grootmoeder met haar rozenkrans. En ook mijn eigen moeder. Hoe hebben zij ons geleerd te bidden? Hoe hebben zij ons geleerd altijd weer klaar te staan, zonder ooit aan zichzelf te denken? Waren zij sloven? Nee, ze waren koninginnen in hun gezin. Zij hadden niet zoveel mooie dingen. Zij gingen niet zo dikwijls uit. Maar wij droegen ze op de handen. Want zij wisten met vreugde en met geloof offers te brengen. Daarom gedenken wij ze nog altijd in grote dankbaarheid. Natuurlijk moet er orde op zaken worden gesteld. Dus ontmoeten Nederlandse gelovigen en hun priesters en bisschoppen elkaar om de belangrijkste vragen te bespreken. Het is het pastoraal concilie in Noordwijkerhout. Die nieuwe benadering van alle problemen gaat via het spel. Daarom laat men buiten zien waar het om gaat, door speels met sneeuwballen het woord celibaat tegen de muur te werpen. Binnen beklaagt een oudere priester zich over de vooringenomenheid van de pers. Dat onze publiciteitsmedia min of meer stelselmatig weigeren andere dan zogenaamde progressieve opvattingen aan het woord te laten. Waarom moeten degenen die eerlijk trouw willen zijn aan kerk en paus alsmaar blijven bedelen, ondanks de alsmaar verheerlijkte pluriformiteit, om een evenwaardige plaats in de publiciteitsmedia? Het is waar dat het misschien maar een klein deel is van de jeugd wat hier aanwezig was. Ja, dat vind ik wel een bezwaar. Binnen tracht een bisschop zich verstaanbaar te maken, terwijl via de megafoon het medeleven met de armen en onderdrukten in de derde wereld wordt rondgebazuind. Ze zijn er blijkbaar besloten om op te houden. Nee, er blijft beweging in hoor. We zien dan verder wel hoe het morgen loopt. Dank u, monseigneur. Om ontwikkelingshulp die dus werkelijk inhoudt op wat de landen zelf willen, neergezet in het charter van Vier. Heel wat stiller gaat het toe in de andere zuil, die van de hervormden en gereformeerden. Ook hier nieuwe geluiden. Die komen uit het bolwerk van hun geleerdheid, de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Ook daar spreken professoren van nieuwe theologie. Derde wereld, Che Guevara. Op te vissen van wat zouden wij nou vandaag als equivalent hebben voor zo'n vandaag? Jongens, Willem de Zwijger. Wij zeggen niet meer Jan de Wit en zo. Maar wat voor legendarische figuur spookt in onze wereld rond, zodat waar iedereen zo'n beetje zijn hoop op stelt? Che Guevara. Ja, dat vind ik een heel goed voorbeeld. Je zegt Che, dat is iets wat voor heel veel mensen een soort idool is, ook legendarisch geworden. En als je dit misschien zou moeten brengen aan mensen die in de Zuid-Amerikaanse landen wonen, dat je zou moeten zeggen, nou, de echte Che, hè? De echte Che, die vind je in het evangelie. Ik zal niet zeggen, de echte Che vind je bij de christenen, dat moet je nog afwachten, maar de echte Che, die vind je in het evangelie, dat is Christus. Ik vind dat een goed punt om te zeggen, laten we daar eens over piekeren. U moet in ieder geval goed aan denken dat... En over die nieuwigheden komt men vragen stellen. Mag ik even uw naam weten en uw woonplaats? Bescheiden, aarzelend, met een achtergrond van 4 even gezagsgetrouwheid. Maar vasthoudend en met veel kennis uit eigen lectuur. Nou, ik heb een paar opmerkingen over het boekje van professor Kuipert. Als dat de mensen aan de beurt is dat overgevraagd mag worden, dan wil ik het wel doen, anders dan. Ja, maar anders goed. Ik heb gelezen in dat... In dat boekje dat over 2 Timotheus 2 vers 9, waar staat, Gods woord is niet gebonden. Je zal het zelf herinneren. En even later staat er weer dat we de vrije Bijbel hebben. En daar wordt voor gevochten om die Bijbel vrij te krijgen. En dan vind ik, dat gebonden zijn, daar hebben we een persoonlijke mening over. Dat gaat er eigenlijk over Paulus, die gevangen was en die... Dat Timotheus schreef uit zijn gevangenschap, dat hij wist dat hij het woord Gods brengen moest, maar dat het niet van hem afhankelijk was. Die theologie van mij, dat is misschien weer heel iets bijzonders dat ik het hier doe, want er is gezegd van een nieuwe theologie, maar ik heb het uit de ogen gezocht, waar een verklaring van is, dat Paulus gebonden was. Dat had geen belang voor het koninkrijk Gods, want dat zou wel doorgaan, dat kon het buiten hem wel. Ik weet niet of ik dat goed gezien heb en dat ik goed voorgelegd ben, maar zo is de werkelijkheid dan. En dan even verder in datzelfde boek komt nog voor dat er gevochten wordt voor de vrije Bijbel. Is dat wel goed? Waarvoor hebben we onze synodes en besluiten daarop om op de Bijbel toe te zien? Of er verkeerde leringen komen, daarvoor bestaat zelfs ook de universiteit, om in dat rechte pad te houden. En verder heb ik niet zoveel vragen meer, dan zou ik alleen een antwoord, ik weet niet of ik die nou verlangen kan of mag, dat de betrokken professor er iets van zegt misschien, dat is... Misschien mogelijk, ik weet het niet. Dank u wel voor deze vraag. Professor Kuipert zal direct antwoorden. Dank voor uw vraag. Ik zal proberen naar mijn beste weten erop te antwoorden en een beetje in te schieten, want we moeten misschien nog wat aan elkaar wennen. In de geloofsbelijdenis van de synode tot welke kerk ik bijvoorbeeld behoor, dat is de gereformeerde kerk, ik weet niet of u allemaal gereformeerd bent, maar ik wel. En de synode en die kerk waartoe ik behoor, die heeft in zijn belijdenis staan dat de schrift boven alles gaat. En dat zelfs synodebesluiten of conciliebesluiten, hoe hoog ze ook mogen wezen, of de ouderdom, hoe hoog die ouderdom ook mag gaan, dat ze niet mogen binden wat de schriften zegt. En dat bedoel ik met die vrijheid van de Bijbel. Niet dat wij even gaan uitmaken wat de Bijbel is. Juist niet. Dat moet je zelfs niet doen per synode, zeg ik. Maar dat je probeert die Bijbel zelf te laten spreken. Hem ook probeert zo te horen dat hij in staat is weer dwars door onze vroegere
besluiten en beslissingen die we genomen hadden heen te breken. Ons ook in nieuwe tijden nieuwe wegen te wijzen. Als de Bijbel het vandaag niet kan, wie zou het dan moeten kunnen? Maar dan dankzij de vrije Bijbel. Anders zijn wij ook niet meer vrij, zie. Dan worden we allemaal slaafjes van elkaar, of van synodes, of van concilies, of van pausen, of wat ook maar. Een niet te onderschatten invloed hebben de vooraanstaande buitenlandse kerkleiders op de Nederlandse gelovigen. Een man als Martin Luther King. Zwart, theoloog. En als gelovige strijdt hij voor een zeer tastbaar doel op aarde: emancipatie van zijn rasgenoten. De jeugd barst naast het gereformeerde bondslied in navolging van de Amerikaanse negers al gauw los in Kerken verdwijnen. Er ontstaat een praktisch geloof dat steeds minder aan het uiterlijk hecht en dus geen kerken, kloosters of seminaria meer nodig heeft. Het kerkbezoek neemt soms schrikbarend af. Seminaria staan leeg. Kloosters hebben plaatsen ten over. Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen aan de bank. Als er hongersnood is in India en er een reusachtige actie wordt gevoerd, staan de kerken met hun traditie van missie en zending vooraan. Omdat in de armste landen van de derde wereld vaak het felste verzet komt van de communisten, duiken namen als Che Guevara en Camilo Torres op. Het is niet meer het onzedelijk gedrag van de gelovigen, maar de militaire dictatuur in Zuid-Amerika, waardoor Christus opnieuw gekruisigd wordt. Nederlandse kerken verklaren zich solidair met mensen die 10 jaar tevoren nog onaanvaardbaar voor ze waren. Die zorg voor verre vreemdelingen verontrust de mensen dicht bij huis. Vooral de ouderen. Ze hebben altijd gedaan wat ze meenden dat van hen verwacht werd. De veranderingen binnen de kerk, wat betreft eredienst en moraal, lokken weer heftige uitspraken uit bij mensen die zich willen vastklampen aan de traditie van Latijn, wierook, kaarsen en de stevige preek. Oh, ik kan niet zeggen hoe avond of ik heb het is om te huilen, zo mooi. Het was vol tot en met. Dat hebben we jaren en jaren niet meegemaakt. Zo is altijd ons geloof geweest, meneer. Waarvoor moet dat weg? Dat kan niet, dat kan ze nooit wegdoen. Dat gebeurt nooit. Ofwel wij planten in ons hart liefde. Problemen als geboortebeperking, priestercelibaat of homofilie worden openlijk besproken en er wordt onvoldoende tegen opgetreden, vinden zij. Ik moet zeggen tegen
heel Nederland dat kardinaal Alfring naar het Huis van Bewaring moet. Aan de Gantstraat, daar hoort hij thuis. Verder niks. Ik vind dat het heel goed is dat er eens een keer een tegenstroming komt tegen datgene wat bijvoorbeeld de man als Alfring als een soort van suicide tegen de kerk kan propageren en dergelijke. Deze man die heeft erg veel gedaan, heeft het erg moeilijk gehad. Maar ik denk dat hij de langste tijd daar toch wel gezeten heeft. En dat hoop ik ook van harte. De geesten van de afgrond maken zich al meer meester in deze wereld. En we weten dat dit alles een afschaduwing is van de komst van Jezus. En daarom wil ik nu de mogelijkheid daar nog is, meelopen in deze stoet als getuigenis van mijn geloof. De toenemende onkerkelijkheid wekt de reactie bij oprechte gelovigen dat een nieuwe poging de wereld weer voor het evangelie te winnen noodzakelijk is. Vaak komt de stoot daartoe van krachtige en rijke bewegingen in de Verenigde Staten, zoals het Jesus Movement. Spreekbuis met licht Amerikaans accent van deze evangelisatiebeweging is op radio en televisie de evangelische omroep. In grote verbondenheid komt men als op ouderwetse toogdagen bij elkaar om zich en elkaar te sterken voor de zware taak, de bekering van een steeds onkerkser Nederland. Ook de oude grote moederkerk heeft veel behouden dat de gelovigen tevreden kan stellen, zowel naar het uiterlijk als naar het innerlijk. De heiligdomsvaart in Maastricht is een aantal jaren in verval geweest, maar onlangs op een grootse wijze weer gehouden. Tot volle tevredenheid van de toeschouwers, tot volle tevredenheid van de deelnemers. Dat is geweldig, ja. Ja. Ik heb nog nooit zoveel volk bij elkaar gezien. En dat doet mijn hartje goed, hoor. Ja? Ja, mijn katholieke hartje. Ja. Vindt u het goed voor de mensen in de kerk dat dit gebeurt? Ja, natuurlijk. Hè. Ja. Er moet een beetje propaganda gemaakt worden en het moet ook een beetje aanspreken. Het moet niet allemaal op de preekstoel komen, zo moet het ook komen. En dan weten de mensen dat er nog iets meer is dan al die ellende in de wereld. Ook iets moois. Nou, de kerk, zo gezien, die is achteruit gegaan de laatste tijd. En we zien eigenlijk nu weer een beetje de kerk opkomen. En om daar met de jeugd aan mee te werken, dat vinden we wel leuk. Leert bidden. Dat was zeker in de oorlog zo. Maar de veronderstelde economische crisis heeft de mensen toch niet meer massaal terug naar de kerken gebracht. Ongetwijfeld brengt de teruglopende economie een zeker politiek conservatisme mee. Maar de inmiddels verworven persoonlijke vrijheden en de onkerkelijkheid blijven toenemen. In onderlinge solidariteit trachten de gelovigen de nieuwe ziekte, eenzaamheid, te verdrijven.
Meer dan een derde van de bevolking is in 30 jaar volkomen onverschillig geworden voor of heeft zich losgemaakt van geloof en kerkgenootschap. Is de maatschappij daardoor ook moreel slechter geworden? De geweldige sociale strijd uit vroeger eeuwen en de vele oorlogen van toen kunnen bij ons niet geloofwaardig maken dat de vroegere tijden met God minder goddeloos zijn geweest dan onze tijd, die God naar de rand heeft verdrongen. De teruggang van de kerkelijkheid is daarom niet zozeer een moreel probleem als een sociaal verschijnsel. De kerk en dus het geloof staan in de stijgers. Hoe ze eruit komen, levend en bruikbaar, of als een dood monument, ligt aan de gelovigen zelf.